Dat is leuk. En dit is dus de eerste? Dit is de eerste in een serie van 3. Oh, ja. Elke 2 maanden weer. Ik zeg aan het eind dat ik straks over 2 maanden zien we u bij het Zeppelinfeest. Ik vind het geweldig, gasten uit alle windstreken. Wat dacht u bijvoorbeeld van de buikschuivers uit Twente daar? Is helemaal niet zo, want dat dingetje daar gaat 80 en dat gaat met misschien 20 of 30 of zo. Dit is ook een beetje voor mijn andere. Dit is een zetnaam. Dat is er eigenlijk wel een merk en dat is zetnaam. Je hebt het zelf kunnen ervaren. Maar nou even, waarom is dit een buikschuiver? Dit is een, nou, je moet hier niet echt met je buik overheen schuiven, want dat komt niet echt helemaal goed. Daarom is de buik schuiven. Maar zat je dan ook helemaal naar voren of niet? Ik zat helemaal naar voren. Dat is Sino. Hoe ging dat dan? Een buik schuiven. De buik wat makkelijker. Ja, ja. Dit is een hippie jurk, of niet? Ja, dit is een van onze succesnummers. We hadden deze jurk gemaakt en opeens ontdekten mensen dat als een soort alternatieve trouwjurk. Oh ja, het was een trouwjurk. Ja. En het ideaal van deze jurk was ook dus of je nou dun of iets dik was, je kon er allemaal in. Precies. Hoe zou jullie snel omschrijven? Maar we proberen toch wel echt duidelijk anders te zijn dan de uniformiteit die er toch was in die 60e jaren. Want en het zat dan langs sari's en het werd er dan weer eerst heel voorzichtig afgehaald en op een rolletje gedaan. En daarna gingen wij het weer hergebruiken. Het is een soort recycling van la lettre. Dat was ook allemaal nieuw in die tijd. Dat ja, dat was echt nieuw. Dat was want op die manier... Mariska Veres, en dat was natuurlijk een stijlontkoming in die tijd, want zij droeg dat wel heel Nederland hebben. Dus mensen kwamen uit het hele land naar onze winkel om ook datgene, die stijl, wat Mariska droeg, wilde zich dan